Want de bijzondere kracht van het visuele, of nu het schilderij is, zoals vroeger op beeldhouwwerk, of vandaag heel veel video, is dat het kijken naar een beeldverhaal heel makkelijk de eigen beelden van de persoon gaat naar boven halen. Gaat triggeren. In de barok, de barokreligieuze kunst, Rubens bijvoorbeeld, speelde daar heel sterk op in. En in de mate dat visuele verhalen meer naar de levensbeschouwelijke kant, naar meer fundamentele vragen gaan peilen, wel dan wordt het ook mogelijk om doorheen die visuele verhalen de levensbeschouwelijke ervaringswereld, die er hoe dan ook is bij ons, gaan die ook daardoor getriggerd worden. Met andere woorden, die visuele verhalen, video bijvoorbeeld, kan een heel geschikte toegangspoort zijn om te komen tot dat niveau van die innerlijkheid. Ik vertelde u dat ik zelf in mijn eigen praxis gebruik maak van YouTube's, van video. Welke video's gebruik ik? Ik krijg, omdat ik er al een aantal jaren mee bezig ben, daar ook veel over communiceren, mensen weten dat, krijg ik nogal wat video's opgestuurd. Of links in elk geval doorgestuurd, via Facebook, via Twitter, op andere manieren. En ik ben daar heel blij voor en ik vraag de mensen om het te blijven doen. Maar eigenlijk is dat ook frustrerend voor mij. Voor mij. Omdat het heel zelden is dat ik daar iets mee kan doen. Omdat de meeste van de video's die ik binnenkrijg niet beantwoord, misschien ben ik te strikt, het kan zijn, maar beantwoorden niet aan de criteria die ik gebruik om video's te selecteren. Ik gebruik ten eerste uitzonderingen die de naam gesproken, u heeft er net een voorbeeld van gezien, zijn de video's die ik gebruik puur profaan. Puur profaan. Dit is niet gemaakt door een kerkgenootschap. Dat u zelf al geraden. Er bestaan heel wat christelijk geïnspireerde tekenfilms, shortfilms en langere films enzovoort. Maar wij leven in een geseculariseerde cultuur. Ikzelf voel mij veel beter, ik ben priester, ik ben religieus, ik ben jezuïet, maar ik voel mij veel meer thuis met dergelijk materiaal, puur profaan materiaal, dat komt uit de cultuur, uit de samenleving. Bij het referentiekader dat het mijne is, om daarmee naar de binnenkant te gaan, dan met heel expliciete bijbelse of andere verhalen, die mij op sommige ogenblikken ook wel kunnen helpen. Maar dit is mijn taal. En dit is de taal van ons allen, denk ik. Wij leven in een geseculariseerde cultuur. En voor mij is dat een kwestie van inculturatie, maar voor een stuk ook van respect van de context van de mensen. Als ik een keer expliciet religieus materiaal gebruik. Ja, meteen een bepaalde argwaan. Wat willen ze mij opdringen? Hiermee wordt er niks gedaan. En concreet betekent dat, dus drie categorieën van filmpjes, heel veel commercials. Je hebt een ongelooflijk interessante productie aan commercials, reclameboodschappen. Animatiefilmen zijn soms de mooiste, de eerste bijvoorbeeld. Tekenfilmen en dan af en toe ook shortfilms. Eerste criterium, puur profaan. Tweede criterium, ik gebruik hele korte filmpjes. Waarom korte filmpjes, u weet het zo goed als ik, in onze zap- en surfcultuur is wat men noemt de attention span. Het vermogen om geconcentreerd te blijven is heel kort. Is heel kort geworden. Het liefst heb ik filmpjes van 1 à 2 minuten. Het minimum is 30 seconden, dat weet ik. Dus de commercials zijn 30 seconden of 1 minuut. 1 minuut, 2 seconden of zo. 1 minuut, tussen 1 minuut en 3 minuten, dat vind ik ideaal. 5 minuten is heel veel. Ik heb er enkele van 7, 8 minuten, maar dat zijn dan werkelijk uitzonderlijke video's. Maar ik gebruik heel kort materiaal. En er moet een hele goede reden zijn om daarover te gaan. Profaan, kort, en u hebt gemerkt, degene die ik al getoond heb, zijn video's zonder woorden. Zonder woorden, of als er woorden zijn, moeten het woorden zijn die eigenlijk geen betekenis hebben. De betekenis
betekenis. De duiding, de inhoud, komt van het beeldmateriaal. En waarom? Als er geen woorden zijn, dan mag, kan, moet de kijker, de jongere, zelf zijn eigen woorden leggen op het verhaal dat hij of zij gezien heeft. En komt er meteen veel meer interpretatiemogelijkheid, veel meer vrijheid. De vloer is als het ware open om aan het werk te gaan. Dat kan met woorden natuurlijk ook wel, maar als het enkel maar beelden zijn, heb je eigenlijk meer speelruimte. Profaan kort, hoe minder woorden, hoe beter. En dan een open verhaal. De bedoeling is dat de video een vertrekpunt is, maar niet eindpunt. Dus niet dat hij het laatste woord heeft. Aanvankelijk had ik de neiging, als ik dus begon zo te werken met die video's, om eigenlijk video's te zoeken die tamelijk rechtstreeks en tamelijk sluitend verwoorden datgene wat ik wilde zeggen. En geleidelijk aan ben ik veel meer afstand daarvan gaan nemen. Want als er een spanningsveld is tussen bijvoorbeeld mijn standpunt en datgene wat ik doorheen die video, of wat de video vertelt, een interpretatieruimte, ontstaat een dialoogruimte en is er veel meer vrijheid. En dat is uiteraard belangrijk. Soms gebruik ik video's die exact het tegenovergestelde zeggen van datgene wat ik zelf persoonlijk meen. Sommige video's zijn zo dwingend, zijn zo moraliserend, dat ze eigenlijk verstikkend zijn. En de mensen zeggen, ja, het is waar. Maar eigenlijk heb je er niks aan, want dat laat je niet toe om een persoonlijke keuze te maken, om jezelf te situeren in dat verhaal. Dus vandaar dat ik echt meer en meer werk met open video's die ruimte laten om je persoonlijk te situeren. Concreet betekent dit dat ik op uitzonderingen na eigenlijk geen gebruik maak van fragmenten uit grotere of uit langere filmen. Want als je een fragment gaat gebruiken, heel vaak dan, moet je het gaan situeren in het verhaal. Moet je zeggen wie de personages zijn, wat er aan vooraf gegaan is, wat er gaat opvolgen enzovoort. En is het gevaar, of bestaat het gevaar, dat die vrijheid voor een stukje al te zeer verdwijnt, omdat het te eenduidig wordt. Voilà, ik heb iets gezegd over de vier criteria die ik hanteer om mijn video's te selecteren.